We hebben, dames en heren, ook dit jaar onze Kiesje Krakencompetitie gehouden. Heb je allemaal gestemd? Heeft iedereen gestemd? Wie heeft er nog niet gestemd? Wie heeft er nog niet gestemd? Ja, jammer, kan niet meer. Stembureaus zijn dicht. Vanmorgen om 11:11 hebben de stembureaus gesloten. De top 5 is er uitgekomen. En een deskundige jury heeft vanmiddag, rond de middag, hebben ze de winnaar bekendgemaakt. Na nog eens alle 15 nummers te hebben beluisterd. En ze hebben het al door, die twee die hier bij me zitten. En staan, de Gebroeders Co. Met het nummer wat ze zo meteen gaan zingen, hebben zij het winnende oordeel van de jury gekregen. Winnaar van de Kiesje Krakencompetitie 2010. De Gebroeders Co. Kijk jongens, hij is voor jullie. Laat hem even zien in de camera hier voor je. Prachtige trofee, kun je aan de muur hangen. Om de beurt even ruilen, of iedere maand in een ander huis. Want het verdient een mooi plekje in jullie huis. Proficiat. En dan zult u zeggen, dames en heren, waarmee hebben ze dan die competitie gewonnen? Met dit nummer. Geef mij de sleutel van je voordeur. Hey jongens, die sleutel. Kiesje Krakenfestival, onze eigen verkiezing. Ik ben er maar trots op, jongens. Een beetje trots op niet? We zijn super trots. Ja. Mooi ding, hè, voor aan de muur, toch? Ja, dat is geweldig, jongens. Bedankt! Maar jullie wonen niet bij elkaar, hè? Nee, daar gaan we om vechten, denk ik. Hoe ga je dat oplossen met dat ding? Ah, hij heeft de beker vorig jaar meegenomen, ik neem dit ding mee, goed? Oké, ik wil geen ruzie krijgen tussen jullie. Maar geen applaus, dames en heren, de winnaars van ons festival, onze verkiezing. Kiesje Kraker van dit jaar.